Hey Kanjer, super dat je hier weer bent en vandaag wil ik het met je hebben over vasthouden aan veiligheid. Want ik zie het heel veel bij klanten, ik zie het natuurlijk ook bij mezelf. Wat wij vaak geneigd zijn om te doen is we willen ons vasthouden aan veiligheid. Want het is belangrijk dat de dingen die we doen, dat het veilig is en dat het zekerheid biedt. In het leven, in business. En dat is oké, hè? Er is niks mis met veiligheid, zeker niet. Het is een heel belangrijk en essentieel deel in ons leven. Het is alleen zo dat op het moment dat je uit onbalans daar bent en dat je te veel vasthoudt aan veiligheid, dan ontstaan er problemen, dan ontstaan er worstelingen, dan ontstaan er dingen die niet lukken. En daar wil ik het met je over hebben. Want vaak als dit gebeurt, dat sluipt erin. Want we weten dat het belangrijk is om dat dingen veilig voor ons zijn. We weten dat het belangrijk is dat we zekerheid hebben. Dus als we het even gaan kijken naar bijvoorbeeld, je wil een eigen bedrijf starten en je bent nu nog in loondienst. Dan wil je zekerheid van een inkomen. En je wil dat dat geborgd wordt, dat dat veilig is. Dat je in ieder geval je vaste lasten, et cetera, kan betalen. En het punt is dat op het moment dat dat jou te veel in de greep houdt en jij te angstig wordt en je hebt zoiets van, oh, maar dan durf ik het niet en het risico is te groot en laat ik het maar niet doen. Dan houd je dus heel erg vast aan veiligheid, aan zekerheid. En geef jezelf dus niet de speelruimte om echt in het leven te gaan doen waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Waar jij blij van wordt, waar je energie van krijgt, waar je uitdaging ziet, waar je groeimogelijkheden ziet. Zo is dat ook bij andere gebieden in het leven. Hè. We zijn gewend om vaste patronen te hebben om te gaan met mensen, om te gaan met situaties. Dat komt door ons verleden. Vanuit ons verleden ontwikkelen we automatische patronen om te gaan met mensen en situaties. En als dus iets afwijkt van wat je wil gaan doen van zo'n patroon, dan kan dat ook heel erg onveilig voelen. Dus bijvoorbeeld stel voor dat iemand zit al 10 jaar in een relatie en dat alles gaat koek en ei. En ik bedoel, alles gaat zoals het gaat. Maar het is eigenlijk meer een broer-zusrelatie. Maar ja, je hebt samen een huis, alles is geregeld. Maar ergens voel je van, ja, er is verandering nodig. En de vraag is van, is dat dan, kan dat binnen die relatie? Of is er meer voor nodig? En dan kan het zijn dat welke stap je ook wil zetten, dat dat heel spannend voelt, omdat je uit je automatisme gaat. En veiligheid is dus heel belangrijk. Alleen het punt is dus als je merkt in het leven dat je diep van binnen intuïtief voelt dat er een zachte stem in jou is die zegt, ja, maar eigenlijk zou ik dit graag willen. Of eigenlijk zou ik mijn relatie willen verbeteren en in relatietherapie gaan. Of eigenlijk zou ik beter uit elkaar gaan om mijn eigen pad te bewandelen. Of eigenlijk zou ik graag mijn bedrijf willen starten. En echt iets voor mezelf gaan doen waar ik heel erg blij van word. Mijn eigen vrijheid, maar ja, die zekerheid van inkomen. Of eigenlijk zou ik graag een wereldreis willen maken. Maar ja, dan moet ik hier alles opgeven en achter me laten. Dat is spannend. Of eigenlijk zou ik ik kan even niet nog een voorbeeld noemen. Maar het gaat dus over alles in het leven en alles in business. Of in je werk, hè, dat je eigenlijk een nieuwe functie wil binnen bedrijf of bij een ander bedrijf. Maar dat voelt zo spannend. En dat is het dus ook, dat als iets zo spannend voelt, omdat dat uit je comfortzone is en dat nodigt jou dus uit voor groei. Dan begint die veiligheid van ja, nee, maar die uit je comfortzone, dat is spannend, dat is nieuw, dat is eng. Dadelijk gebeuren er dingen en die veiligheid die houdt je weer vast. En de kunst van het leven is om te luisteren naar die stem in jou, die zachte stem die zegt, oh, ik zou zo graag willen dat. Onthoud deze, ik zou zo graag willen dat.
En dat is echt een hele subtiele stem. Sommige mensen zullen hem bijna niet eens horen, omdat ze zo onderdrukt worden door die harde stem. He, dat vals ego wat jou maar veilig probeert te houden en wat zekerheid wil, waardoor je niet eens bij jouw intuïtie komt, bij je zachte stem van wat je werkelijk wil. En de kunst van het leven is om wel daarna te luisteren en daar vanuit daar stap voor stap in kleine stapjes stappen te gaan zetten om daadwerkelijk ook jouw verlangen waar te maken. En daarvoor moet je door die comfortzone heen. Daarvoor zal het een beetje spannend en eng voelen. Want ik zeg altijd, angst is een teken van groei. Jouw beschermingsmechanisme, die wil veiligheid, die wil vertrouwen, die wil zekerheid. En die zal er alles aan doen om jou tegen te houden als dat dreigt in gevaar te komen. Dus is het de uitdaging van het leven, ga jij luisteren naar jouw zachte stem in je en stap voor stap wel door je comfortzone heen om die keuzes te maken die jou daadwerkelijk blij maken in het leven? Of blijf je in je veilige haven omdat iets in jou zegt, doe maar niet, is niet verstandig, dadelijk gebeuren er dingen en dan hebben we problemen en dan, wat ga je dan doen? Nou, je kent die stem wel in je hoofd. Een hele harde, duidelijke, aanwezige stem. En ik praat altijd over zachte stem en harde stem. Voor mij is zachte stem dus de waarheid, is je intuïtie. Daar zit je innerlijke waarheid, je innerlijke kompas. En die harde stem, dat is je vals beschermingsmechanisme die je altijd veilig wil houden. Ook in situaties waarbij het helemaal niet ter sprake is. En ik heb daar ook een mooie podcast over opgenomen over intuïtief ondernemen. Oftewel intuïtief actie ondernemen. Die gaat dus ook hierover. Over die innerlijke saboteurs. Dus als je het interessant vindt. Ergens in een van de eerste podcasts heb ik hem opgenomen. Dus zeker interessant om die ook nog eens te gaan luisteren. Maar de clue van het verhaal is. Als we dus vasthouden aan veiligheid. Als we vasthouden aan zekerheid. Dan houden we onszelf klein. Te klein. En zeker wij vrouwen zijn, we hebben zoveel in ons, zijn mannen ook, maar vrouwen houden zichzelf heel vaak veel te klein. Terwijl als je dit dus weet van, oh wacht, ik wil mezelf te veilig houden, ik wil te zeker zijn van de dingen. En ik merk dus dat ik daardoor helemaal niet die stappen durf te zetten en het ook dus niet doe. Erken het dan dat je jezelf zo fucking klein houdt. En je hebt zo'n grote potentie in je. Die er nog lang niet volledig is uitgekomen. Dus de vraag is, ben je dan werkelijk oprecht en eerlijk naar jezelf toe? En ik geloof dat wat wij hier op aarde te doen hebben, is onszelf te worden. Onszelf te worden van losgekoppeld van angsten, onzekerheden, twijfels. Vasthouden aan veiligheid, vasthouden aan zekerheid. Dat is niet jouw ware zelf. Dat ben jij je niet, dat is je niet zelf. Het is aan jou en jij bent het aan jezelf verplicht om jezelf volledig tot potentieel, je potentieel tot bloei te brengen. Door echt te ontdekken, wie ben ik? Wie ben ik zonder angsten? Wie ben ik zonder twijfel? Wie ben ik zonder zorgen? Wie ben ik zonder... En wat wil ik dan? Als alles mogelijk is. Als geld er niet toe doet. Als vrijheid er niet toe doet. Als mensen om je heen er niet toe doen. Als niks er toe doet. Niks. Wat zou je dan kiezen? Wat zou jij dan echt willen in het leven? In het leven, in business, wat is dat? En wees nou eens eerlijk naar jezelf. En ik zeg het ook echt zo duidelijk, omdat we zijn zo gewend om dit ver weg te stoppen. We zijn zo gewend om vast te houden aan zekerheid. We zijn zo gewend om ons te laten onderdrukken door angsten, onzekerheden, twijfels. Noem maar op, meningen van ander. Maar wat wil jij nou echt? En ga daar nou eens voor staan. En wat is dan het mooiste dat er kan ontstaan in jouw leven? Voor jezelf, maar dus ook voor de situaties of de mensen om je heen. Maar het begint bij jezelf. Wie ben ik zonder
al die conditioneringen, zonder al die meningen van anderen, zonder al die situaties die je in het verleden al hebt meegemaakt. Vanuit je jeugd, vanuit vrienden, vanuit werk, vanuit... Wie ben jij? En ik kan zeggen, door mijn ondernemerschap en zoveel dingen die ik heb meegemaakt in het leven, maar met name door het ondernemerschap en de persoonlijke ontwikkeling die ik vanuit daar heb opgedaan en nog steeds opdoe, want ik ben altijd een eeuwige leerling. Ik vind het fantastisch om mezelf te ontwikkelen en steeds weer een laag dieper te komen. Wie ben ik werkelijk zonder dat allemaal? Ik zeg dit omdat we zo leven in een wereld die ervoor zorgt dat wij zo niet onszelf zijn. En dat is ook de uitdaging in het leven. Ik geloof ook wel dat we, ja, ik geloof dan ook wel dat op zielsniveau bepaalde keuze hebben gemaakt om dan in dit leven daardoor heen te gaan. Ik denk ook wel eens, verdorie, oh, dat ik hier doorheen moet gaan. Waarom? 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 Maar later heb ik dus heel erg geleerd om dat te omarmen. Van wauw, wat een rijkdom. Wat een mooie lessen mag ik hier leren. Wat fantastisch dat ik me zo mag ontwikkelen. Wat fantastisch dat ik me zo mag uitdagen. Wat fantastisch dat ik dit avontuur mag aangaan. En dat is die dankbaarheid. Dankbaar zijn voor alles wat er is. En alles wat je los mag laten. Dus ook het vasthouden aan veiligheid en zekerheid. Daar is niks verkeerds mee, want dat is, ergens hebben we dat natuurlijk nodig. Maar als je te ver gaat, het is hetzelfde als de balans, hè, de wip. Dus als de wip zo staat, is helemaal scheef. En hij is niet recht, hij is niet in balans, dan weet je dat je hier iets te doen hebt. En dan kun je je hoofd in het zand steken. En denken, nou, ik doe net alsof het dat niet is. Geloof me, iets wat je negeert, komt toch terug en 10 keer zo hard. Totdat jij het hebt opgelost. Dus de vraag is niet, wat kun je veranderen om ervoor te zorgen dat je niet zo vasthoudt aan die veiligheid en aan het vertrouwen in die situaties waarin je zit. De vraag is, wanneer maak jij de keuze om het nu anders te gaan doen? Want je hebt elke seconde, minuut, uur van de dag, heb jij de verantwoordelijkheid dat jij de keuze kan maken om het anders te gaan doen. En degene die zo, hoe moet ik het zeggen, die de angst durven aan te kijken van ja, ik ga het gewoon doen. Screw it, let's do it. Die komen veel verder. Die komen veel verder in het leven of in business, omdat ze de moed hebben om het aan te gaan. En degenen die hun hoofd in het zand steken, zullen nooit verder komen of niet ver. En dat is de keuze. En op het moment dat wij dus vasthouden aan veiligheid en zelf... zekerheid. Als we daaraan vasthouden, dan alles wat je vasthoudt, dat zet je vast. Dus je zet je gevoel vast, je zet jouw energie vast, je zet jouw letterlijk jouw lichaam zet je vast om niet jouw doel te kunnen bereiken wat je zo graag wil bereiken. Om niet jouw droomleven te manifesteren. Dus is het heel erg belangrijk, stap 1, dat je erkent dat als je jezelf veel te veel vastzet en vasthoudt aan die veiligheid en die zekerheid. Dat is stap 1. Stap 2 is verkennen. Waar komt dat vandaan? Je bent een keer ergens waarschijnlijk, heb je iets meegemaakt in het leven waardoor jij jouw beschermingsmechanisme geen keuze had om vast te klampen aan die extra veiligheid en zekerheid. En stap 3 is verkennen. Hoe ga jij ervoor zorgen dat je hiervan loskomt? Het loslaten van veiligheid, het loslaten van zekerheid, maar op een verantwoorde manier. Dus niet, oh, ik gooi het helemaal los en succes, want dat werkt niet, want dan is de stap te groot, dan doe je niks.
Maar hoe kun je dat in stappen die voor jou te doen zijn, stap voor stap, wel bereiken? En dan kom je meer in het midden. Op het moment dat je niet zo te krampachtig vasthoudt aan veiligheid en vertrouwen, dan ontstaat er veel meer speelruimte. Ja, dan ga je misschien zeggen, nou weet je, naast mijn loondienstbaan ga ik eens een paar uurtjes daarnaast ondernemen en ik ga eens kijken hoe dat gaat. In 2007 is het bij mij zo gegaan dat ik dacht, ik ga het gewoon naast mijn baan doen en ik zie wel. Uiteindelijk ben ik nu tot op heden nog steeds ondernemer. En als ik nooit die gedachte had gehad, was het nooit begonnen. Maar het was spelen. Ik zie wel. En zo is dat ook geweest met, als ik nu terugkijk in mijn leven, hè, met situaties van, ja, natuurlijk ook het eerste bedrijf gestart en vervolgens heb ik meerdere bedrijven gestart. Daarnaast ook gewoon gaan spelen, gewoon vanuit, we zien wel. Maar zo is dat ook bijvoorbeeld in relaties geweest van, relaties die vastzitten en waar geen beweging in te krijgen is en je denkt echt van, nou weet je, het is of we kappen ermee of we gaan nieuwe dingen proberen. En dan heb ik het niet alleen maar over relatie man-vrouw, hè, maar je hebt ook relatie met vrienden. Dus als je dingen op een andere manier gaat doen, andere manier gaat bespreken of andere dingen gaat doen, dan zul je zien dat er veel meer beweging in komt. Dus op het moment dat we dus ergens aan vasthouden, dan is er gewoon letterlijk geen beweging. En geen verandering. Want verandering komt van beweging. Dus wil jij verandering in je leven? Wil je een mooi droomleven manifesteren? Wil je een mooi droombedrijf manifesteren? Wil je een nieuwe baan manifesteren? Wil je een wereldreis maken? Wil je een ander huis, een andere auto? Wil je een betere relatie of juist een nieuwe partner vinden? Dan de enige oplossing is dat je loslaat van wat je altijd hebt vastgehouden. En gaat spelen. Als je gaat spelen, dan kom je vanuit die speelse energie waar jij blij van wordt, waar je zin in hebt. Dan ontstaan de mooiste dingen. Want dan zit jij vanuit jouw gevoel, zit jij in een positieve flow, in een blij gevoel, in een enthousiasme, in overvloed, in abundance, in in zo'n happy mood. Hè? Dus Tony Robbins zou zeggen van de state of mind. Hè? Dus wat bepalend is voor de succes van je leven is je state of mind. En dat is precies waar manifesteren ook uit voortkomt. Hè? Dat is je denken en je voelen in één lijn brengen en tevens daaraan de actie koppelen. Maar die actie vloeit al automatisch voort als dat in één lijn ligt. En dat betekent dus ook loskomen van hoe je het altijd hebt gedaan. Dus wat ik je wens, wat ik je toewens is, ga eens meer spelen. Ga eens meer proberen. Vanuit, we zien wel. Vanuit, oh klein en we kijken wel. Vanuit, verwondering. Als jij gaat spelen, dan gaat jouw hele systeem meewerken. Niet alleen je hele systeem, maar alles om je heen. En ik weet het, het is makkelijk gezegd dan gedaan. Er zijn ontzettend veel loslaattechnieken hiervoor om jezelf daarin te laten groeien. Ik zat vroeger ook altijd heel erg vast in vasthouden aan veiligheid, vasthouden aan zekerheid. Ik was heel erg een hoofddenker. Ik kon niet eens voelen. Ik wist letterlijk niet wat dat was. Omdat ik zo geconditioneerd was door mijn jeugd, door de dingen die ik heb meegemaakt, dat ik kon gewoon niet voelen. Maar ik heb mezelf wel ontwikkeld. Ik ben meer gaan voelen, ik ben gevoeliger geworden, ik heb mijn intuïtie ontwikkeld. Ik ben veel sterker nu in, oké, als mijn mind bij mij aan de haal gaat en probeert mij te saboteren, mijn beschermingsmechanisme, omdat hij mij veilig wil houden, herken ik dat. En ik kan daardoor oefeningen, kan ik daar ook veranderingen inbrengen en dat kun je echt trainen. En zo kun je jezelf dus steeds verder trainen om steeds bewuster te worden, bewuster te kiezen, bewuster te denken, bewuster te voelen, bewuster te handelen.
En van daaruit zul je zien dat er hele mooie dingen ontstaan. Maar het begint bij jou. De vraag is, wil jij hieraan werken om meer speelser te worden, om meer te gaan voor waar jij zo blij van wordt, wat jij belangrijk vindt in het leven, wat jij wil, dus ook om te worden wie je werkelijk bent, moet je loslaten wie je altijd bent geweest. Dat is het. Dat is het werk wat je hier te doen hebt. En ik wens je daar heel veel plezier mee en vooral heel erg veel lol in lekker spelen.